kijk je voor Shady. Hallo! Hi! Kom eens even hier, Shady. Oh, ik haat jou. Kom eens even hier. Oh, nee. Waarom denk je dat we hier zijn? Oh, ik zou het echt niet weten. Ik heb geen mascara op. Dat hoort er ook bij. Helemaal net natuurlijk. Dank je wel. Oh, ik sta helemaal te trillen. Leuk, hè? Kom binnen. Had je het een beetje verwacht of niet? Nee. Jezus, ik moet even bijkomen. Ja, ik ben echt geschrokken. Ik dacht al, waar blijft die mail? Ja. Dan zit je dan niet een klein beetje te vissen zo van... Nou kijk, we hebben natuurlijk zo'n planner waarin je weet wanneer wat online komt. Elke dag aan het reloaden, refreshen en kijken, oké, staat er al iets in de agenda, wanneer komt het online? Maar nee, en ja, de redactie is natuurlijk wat heel anders dan deze content. Dat staat toch helemaal los van elkaar, mijn plekje daar en deze wedstrijd. Ja. Dus, ja. En iedereen is er natuurlijk ook gewoon echt heel integer en er wordt niet echt over gepraat, dus... Het was misschien zelfs voor mij extra spannend, omdat ik natuurlijk elke week daar kom, maar ik allemaal niet weet. Ja, en je weet het niet. En ik dacht wel, Jezus, wanneer komt het nou? Maar vanavond is... Ja. Maar ik had dit gewoon nooit verwacht. Dit knap. Zelfs je visio moet afzeggen. Wat zeg je? Zelfs je visio moet afzeggen. Mijn visio... Oh, daarom! Ja. Ik moest vanochtend naar de visio, maar mijn fysiotherapeut die appte gisteren van... Ja, morgen gaat je afspraak niet door. En ik dacht nog, kut, ik heb zo'n pijn in mijn nek. Oh, ik wil het doen, maar daar... Ik heb zo'n zenuwtrekje in mijn mond nu, weet je? Ik weet niet hoe ik eruit zie op die foto. Nee, goedemiddag. Het is middag. Jullie was het goed. Is net gezien hoe ik afgelopen vrijdag verrast ben door Grazia. Ik wist er helemaal niks van. Mijn vriend zat wel in het complot. Ze hebben mij verrast met het goede nieuws. Dus ik ben super blij. Echte werk gaat nu beginnen. Dit betekent dus nu dat ik een jaar lang ga vloggen voor jullie. No, God, please, no! Even snel wat ik aan heb. Deze van de Sasha. Dat zijn gewoon zomerschoentjes. Deze broek heb ik vorige week gekocht in de Zara sale. Deze trui ook. Love the sale. En mijn favoriete pillenbeenbag. Het ziet er niet zo heel smakelijk uit, als ik eerlijk ben. Ziet het er niet smakelijk uit? Nee. Begin jij maar. We zijn eigenlijk net heel spontaan even hier komen zitten om een cappuccino te drinken. Maar toen keken we naar de kaart. Toen dachten we, oké, we gaan even één hapje bestellen. En het was echt super lekker. Ja. Het zag er zwart uit. Misschien niet heel smakelijk, maar het was echt lekker. Wat doe je? Nou, ik ben aan het vastleggen hoe jij naar andere meisjes loopt te kijken op mijn Instagram. You wanted to be caught. Voel je je betrapt? Ik zag het wel hoor. Ik zat daar aan tafel en ik zie je zo scrollen door... Ik weet niet wie het was, maar het was wel mooi. Dat moet ik toegeven. Luister dan. Ja? Zet even je camera uit. Nee. Ik moet om lachen omdat je je camera erbij pakt. Oké, maar je voelt je niet betrapt? Nee. Ik heb mijn make-up eraf gehaald, want ik ga sporten. Doe ik nooit met make-up op, daar kan mijn huid gewoon niet tegen. En dan, ja, dat was hem. Rustig dagje vandaag. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik ben op het Grazia kantoor. Het is nog best vroeg, want ik ben een beetje vroeg gekomen, zodat ik ook iets eerder weg kan. Vandaag een hele drukke dag. Op dinsdagen ben ik hier, ja, de stagiair. Ik heb alweer vier maanden geleden een open sollicitatie gedaan. Ik studeer communicatiewetenschappen en ik was een dag per week vrij. Dus ik dacht, hey, laat ik die ene dag per week een beetje nuttig besteden door ergens stage te lopen, mezelf ontwikkelen, werken aan mijn cv. Ja, gewoon iets doen wat leuk is. Dus zo ben ik hier beland. Vandaar dat ik op dinsdagen hier zit op de online redactie. Super leuk, super leerzaam. Vanmiddag om 5 uur heb ik een cocktail workshop. En vanavond slaap ik in het Ink Hotel, wat dus nu Pink Hotel is. Dat de komende 10 dagen alles daar super roze en zoet en mooi en cute is vanwege de Gay Parade. Zo, stage zit erop. Ik ga nu eerst naar het Pink Hotel. Ik ben één nachtje weg en het lukt me gewoon om zeker aan 5 kilo bagage mee te nemen. Terwijl ik echt mijn best heb gedaan om zo min mogelijk mee te nemen. Maar ja, kan niet anders. Vet zwaar.
met de Pink Hotel. Ze zijn hier super aardig, super vriendelijk. En ja, de kamer is echt prachtig. Dit is toch geweldig. Dit wil je eigenlijk het hele jaar door, toch? Ik zou hiervoor zeker een nachtje in Amsterdam boeken om er gewoon even tussenuit te gaan. Cocktailworkshop was leuk. We hebben leren ijs maken en cocktails maken met een limoncello van Villa Maas. En wat een limoncello van Villa Maas anders maakt dan alle andere limoncello's, is dus dat het 100% organisch is. Het wordt nog echt geplukt met de hand. Dus mocht je limoncello nodig hebben waarvan je wilt dat er helemaal geen chemicaliën in zitten, dan moet je die van Villa Maas hebben. Nu ik in mijn hotelkamer zit, leek het mij een goed idee om te vertellen over het volgende. Want Grazia bestaat bijna 10 jaar en dat willen ze dus vieren met alle lezeressen. Nou, hoe gaan we dat doen? Er komt een hotel takeover. Een gedeelte van Hotel Arena wordt bezet door alle Grazia lezeressen. En dan kan je dus een nachtje blijven slapen en allemaal leuke workshops doen. Wat kan je precies doen? Eerst beginnen we met een garden diner. Volgens mij ben ik ook aanwezig. Dat mag ik hopen, tenminste. Inclusief drankjes en een optreden van een mystery guest, we weten nog niet wie. Ik lees dit trouwens gewoon voor. Een fashion masterclass van Dani Bless. Een beauty workshop van Floor Kleine. En L'Oreal Colorista is ook aanwezig. Nou, voor de rest een manicurebar van Essie. En als afsluiter van de avond een Grazia bingo. En dan kan je kans maken op fantastische prijzen. Wat die fantastische prijzen zijn, weet ik niet. Maar zodra ik dat weet, zal ik dat laten weten. Ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb besloten om mezelf vandaag even op te sluiten. Want ik heb natuurlijk net pas leren editen. En het is echt veel werk. Althans, ik vind het best moeilijk. Maar ik wil natuurlijk ook weer wat moois neerzetten. Dus dan ben ik urenlang YouTube-video's aan het kijken. En allemaal dingen aan het uitproberen. Dan vind ik het weer niet mooi. Verwijder ik het. Doe ik het opnieuw. Dan ben ik weer bezig met Photoshop. Dus er zit best wel veel tijd in. Zo lief. Je hebt het speciaal voor mij gemaakt. Echt waar? Ja. Oh, dat doe je normaal gesproken nooit. En strijken. Doe maar. Werk, strijk, kook. Huishouden. Wat een lieg deze week. Als jij ook nog eens wat gaat doen? Ik heb bewijsmateriaal, hè? Wat dan? Nou, weet je dat niet meer? Nee. Dan zal ik hem hier achteraan plakken. Hij vindt het heel moeilijk hoor. Doet hij 1 keer per maand. Krijg gelijk geklaag. Er moet trouwens nog een was opgehangen worden. Toch? Mm-hmm. Wie gaat dat doen? Juist. Lieverd, voor wie heb je dit allemaal hier neergelegd? Hi, mond. Of die was? Schat? Mm-hmm. Anno 2017, hè? Is toch heel normaal als de man een keer een wasje ophangt? Nee, schat, daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wel om? Ik vind het niet leuk om te doen. Ja, maar ik vind het gewoon niet leuk om te doen. Dus jij vindt, omdat vrouwen dat bijna elke dag doen en het daardoor bent, volgens jou, het daarom voor jou niet leuk is, maar voor mij wel. Mm-hmm. Nee, maar kijk, jij doet het vaker, dus juist makkelijker. Je bent lekker aan het filmen. Maar ik hou wel van je. Ook van jou. Kus? Nee, schat, even niet. Ben ik weer. Ik was na gisteren niet meer van plan om verder te filmen, omdat ja, al mijn beelden piep bevatten. Ik heb nu de Grazia Vlog Contest gewonnen. Zometeen komt mijn eerste Grazia Week Vlog online en dat moet gewoon gelijk goed zijn. En ik wil toch dat als ik iets doe, dat ik dat dan ook echt goed doe en dan anders niet. Maar gisteravond lag ik op bed en toen dacht ik, when life gives you lemons, make lemonade. Dit is de leven. Een beetje pech, maar daar kan ik me niet door laten verslaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer filmen en dan is het maar aan mij om dit op te lossen. Dit is een technisch probleem en voor een technisch probleem moet vast wel een technische oplossing zijn. Zodra jullie dit filmpje zien, dan weten jullie dat het dus gelukt is. Voor de rest ben ik vanochtend even heel snel naar de Zara geweest.
Want ik had een roze item nodig. We gaan vanavond naar Disco Dip Pool Party in het Ink Hotel. En daar heb ik dus een roze item voor nodig. Ik hou van roze, maar ik had gewoon niks in de kast. En het is ook echt weer iets voor mij om naar de Zara te gaan voor één item, maar terugkomen met drie items. Maar het is me gelukt. Echt, ik heb binnen een kwartier een heel roze oudje bij elkaar kunnen toveren. Dus ik ben er super blij mee. Ik heb gehaald deze roze skinny jeans. Ze zitten echt heel fijn en heel mooi. En ik hou niet zo van hele lage broeken. En deze komt echt tot net onder mijn navel. Dus het zit super lekker. En hij kostte maar $12,99. Die heb ik er al een van. Maar dan in het rood. Een babyblauw blouseje. En hoe zit die? Nou, eigenlijk moet je hem... Is dit de voorkant? Dus de voorkant is helemaal dicht. En aan de achterkant kruist die. Maar ik draag hem dus precies andersom. Dus dan... Dit zijn de mouwen, van die wijde mouwen en dan met een strik. En dan deze flipflops. Deze waren niet in de sale, dit was gewoon een nieuwe collectie. Voor een tientje heb je gewoon hele leuke slippers. En ja, je kan die gewoon met simpele mom jeans en witte t-shirt en je bent gewoon ready to go. Casual, maar wel leuk. Ik ben net klaar met lunchen. Ik heb eventjes geluncht met een vriendinnetje, Omaira. We hebben gegeten bij George. Echt een van mijn favoriete plekken. De ene keer is mijn ervaring er echt top en de andere keer wat minder. Maar vandaag was het weer helemaal top. Ik sta trouwens heel stiekem ergens waar het een beetje soort van rustig is. Maar er lopen wel een paar mensen en die kijken me een beetje raar aan. Maar goed, ik denk dat ik daar maar aan moet wennen. Er liep net een man langs en die keek om. Die keek naar me en die zei, oh jee, nog zo'n vlogger. Mensen, wees aardig voor ons. Dit is al eng genoeg. Het is al kwetsbaar genoeg. Dus probeer ons niet uit te lachen als je langs loopt. Doe dat maar een andere keer, later. Met je vrienden of zo. Dit soort dingen vind ik trouwens nog best wel spannend en leuk. En op het moment dat ik enthousiast ben of spanning heb, dan ga ik best wel snel zweten. Transpireren, laat ik dat maar zeggen. En op zulke momenten denk ik aan een vlog van Monica Geuze, waarin ze haar oksels liet inspuiten met botox. En dan denk ik, ja, groot gelijk, moet ik ook doen. Want ik sta hier maar te zweten. Ik heb een blauw blouseje aan. Ik weet niet of je het al kan zien. Oh, dit is echt not done. Ik haat dit. Ik vind dit zo erg. Dan maar mijn armen de hele avond omlaag houden. Ik denk dat het plan was om de hele avond hoog te houden. Maar goed, moet wat. Shanti heeft deo. Dat ik ja, wat meer ballen moet krijgen, toch? Daar komt het op neer. Ja. We gaan nu naar het W Hotel. Ja, leuk. We gaan even een drankje doen. Ik ben in Den Haag. Ik ben langsgekomen bij Niloufar. Niloufar ken ik van Instagram. Hallo. Jullie kennen haar misschien als Vanilio. En ze is een eigen boutique begonnen. Dat vind ik gewoon heel stoer en knap. En ik vind het leuk als vrouwen gewoon doen wat ze leuk vinden. Dus ik dacht, ik kom even langs en dan maak ik een dagje Den Haag van. Want ik ben hier nooit eerder geweest. Nee, ik ben nooit in Den Haag. Nee, dit is mijn eerste keer. Oh, nou, je bent gelijk goed... Land toch? Land, ja, toerist in eigen land. Ja, ik ga hem nemen. Ik had mezelf beloofd echt niet te gaan winkelen in Den Haag. Ik heb genoeg gewinkeld de laatste tijd, maar dit vind ik gewoon lekker handig. Want ja, shirtje, jeans en als je niet weet wat je aan moet, kan je zo toch makkelijk en leuk de deur uit. Mijn eerste weekje vloggen voor Gratia loopt niet helemaal vlekkeloos. Ik had een vervangende camera gekregen en vanochtend was die 100%. En nu nog geen 20 minuten filmen verder is hij weer leeg. Die palmbomen, ja, zijn misschien een hint. De vakantieboeken. This phone is not good. She looks pretty. Als je inzoomt. She's so pretty. Even though with these things on your nose, baby. You are. Can you breathe? Jullie waren zo lief aan het knuffelen. Natuurlijk.
Doe dat eens nog een keer. Dan kan Seren zien hoe dat moet. Kijk, kijk schat, zo moet dat liefde geven. Kom, nu bij een knuffel. Ja, schat, ga weg. Knuffel. Schat, ga weg. Zie je dat? Hoe moeilijk het is voor mij om een knuffel te krijgen? Dit is de treurige kant van mijn leven. Ja, het is niet allemaal zonneschijn. Nee. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Algernon Club. Is dat niet toevallig een boot? De Fagela. De Fagela boot. De Fagela boot. Fagela. We gaan dus naar Amsterdam. We gaan dus naar Amsterdam. Zijn broertje die maakt zijn eigen boten. Ja, echt for real. Jullie gaan het zo zien. En dan gaan we op zijn boot even een beetje varen door Amsterdam. Boot, hij maakt schepen, Shady. Dat is Adam's oude boot. Die heeft hij gekocht, toch? Maar die heeft hij ook zelf gemaakt. Die heeft hij zelf gemaakt in mijn achtertuin. Dit was zijn eerste, toch? Ja, ja. Drama. Want het is vandaag zondag en ik ga vandaag niet heel veel doen, behalve alleen maar editen. Ik heb een masker in en een masker op, want dat vind ik wel zo lekker op zondagen. Dan kan ik zo de week lekker afsluiten en weer klaarstomen voor een nieuwe week. Een aantal beelden zijn niet scherp deze week, maar dat komt omdat ik een beetje last had van technische probleempjes. Sorry daarvoor. Vergeet niet te liken, subscriben en te reageren. Is er iets wat je graag wilt zien? Wil je dat ik ergens of bij iemand achter het scherm een kijkje geef? Laat maar weten. Ik doe het met alle liefde. En ja, bedankt voor het kijken.